Yo jongens, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag zitten we hier in een nieuw eventgebied. Dat gebouwd is voor het event van Blackwoods. Ik ben er heel blij mee. Jawel jongens, we gaan een event doen. Zondag 20.00 gaat er een event georganiseerd worden. En het gaat fucking ziek worden jongens. Het is namelijk een 1v1 event. Er zijn wel een paar regels aan gebonden. En ik ga tijdens het event ga ik een replica weggeven. Een inkoopreplica. Dus wat jij moet doen is... Jij moet commenten onder deze video waarom jij wilt winnen. Waarom wil jij graag die inkoopreplica? En dan een zondag, dan laat ik de winnaar bekendmaken. Dan zien we zelf wie heeft gewonnen, dus je moet er dan bij zijn. Het is deze replica jongens, ik laat het even zien. CEO inkoop, dus hij is best wel ziek. Best wel waard, boven de mail natuurlijk. Dus jongens, de regels van het event zijn heel simpel. Geen HP sets, eigen wapens, geen potions / golden apples. En wat ik met HP-sets bedoel is ook geen bulletpot of meleepot of iets in die trend. Gewoon iets wat jij beter door bent. Het moet gewoon een gelijke fight zijn met je eigen wapens. Tenzij, als bijvoorbeeld, ik zeg maar, Surf zegt, Surf moet tegen Assemblief en Surf zeggen, ja, we willen wel met HP-sets. Als ze het allebei prima vinden, dan mag het van mij. Anders is het niet toegestaan. Dus ja, jongens. Als je geen wapen kan regelen, dan kan je ook naar mij toe gaan. Als ik je een beetje vertrouw, dan leen ik een wapen aan je uit. Maar als je hem niet meer teruggeeft, of als je hem gaat misbruiken, dan ben je gedisqualificeerd sowieso voor elk event. Plus, dan verpest je het voor de anderen. Dus ja, dat een beetje, jongens. In ieder geval, jongens, er komt een bracket. En dan zie je gewoon wie tegen wie moet. Ik zal dat bracket maken. Dat zal ergens deze dagen in mijn Discord staan. Discord is dan in de beschrijving trouwens. Maar in ieder geval jongens, je hoeft alleen eigenlijk naar het event te lopen. In de Blackwood, je ziet hier de coördinaten al. -269, 2, 3. Dan moet je gewoon even naar deze boom toe gaan. Wij gaan ons waarschijnlijk allemaal verzamelen in deze bovenste boom. Gewoon helemaal hier bovenin. Dan moet je helemaal naar boven gaan jongens. Dan gaan we ons gewoon verzamelen. En dan, dan gaan we het event uitleggen. En dan in de event channel en zo. En dan, ja, dat dus. Jongens, ik ben net wakker. Dus ik heb waarschijnlijk echt een tering slaperige stem. Maar jongens, ja, dit was een beetje de uitleg. Ik hoop dat ik jullie bij het event zie. Ja, het is heel simpel de uitleg. Dus regel een wapen. Echt regel een wapen. Want als je geen wapen hebt en je kan geen wapen van mij krijgen, dan ben je gewoon de Sjaak. Dus dat weten jullie het even, jongens. En voor de duidelijkheid, in het eventgebied gelden er wel regels met no reason killen en zo. Dus je mag echt buitenom. Als jij een 1v1 hebt, mag je alleen elkaar killen. En buitenom dat, als er een event is gaande, dan mag jij niet zomaar mensen gaan killen rondom. En zie ik dat wel, dan ga ik het gewoon doorsturen en dan krijg je gewoon een ban. Het is gewoon event verstoren. Dus jongens, ja. In ieder geval, ik host het event voor de duidelijkheid jongens. Dus ja, jullie zien me dan zondag. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. En dan zie ik jullie in het volgende. Later mensen, later.